Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Impact. Vanavond een bijzondere documentaire over een bijzondere inrichting. Het Pieter Baan Centrum in Utrecht. In dat centrum worden mensen onderzocht die een ernstig seksueel of ander geweldsmisdrijf hebben gepleegd. Voordat de rechtbank over hen beslist, wordt in het Pieter Baan Centrum onderzocht of iemand wel of niet toerekeningsvatbaar was tijdens dat misdrijf. De uitslag van dat onderzoek telt zwaar mee bij het oordeel van de rechtbank. Krijgt iemand wel of geen ter beschikkingstelling? Met andere woorden, stuurt de rechter iemand naar een inrichting om behandeld te worden of gaat hij naar de gevangenis? Deze documentaire gaat niet over die ter beschikkingstelling, maar over het leven in het Pieter Baan Centrum. Het is natuurlijk een gevangenis, maar de levensomstandigheden zijn er zo normaal mogelijk. Dat geeft de onderzoekers de kans om de mensen die daar zitten 7 weken lang te observeren zoals ze echt zijn. En daarna beslissen de onderzoekers over de toekomst van een mensenleven. Impact kreeg de unieke kans om een aantal weken door te brengen in dat Pieter Baan Centrum. En vanavond ziet u het resultaat. Een documentaire van Els Bonger en Kees Overgouw.